Had ik maar Twitch bedacht. Dat was het eerste wat ik dacht toen ik zag hoeveel geld Amazon heeft geboden aan Twitch. $1 miljard. Nou ja, normaal. 970 miljoen dollar. Maar hè, die 30 miljoen laten we daar niet over. Joh, laten we daar niet over mieren neuken. Kun je gewoon afronden. Klaar. Ja, precies. $1 miljard. Gigantisch. Dus Twitch is nu van Amazon. Wat betekent dat? Nou, stream ik zelf behoorlijk veel met Twitch. Maar eigenlijk heb ik niet zoveel verstand van het programma. Maar jij weet er iets meer van. Wat zou dat kunnen betekenen? Nou, ik stream zelf niet. Of althans nog niet. Maar ik kijk het wel ontzettend veel. We dachten eigenlijk eerst allemaal dat Google het zou overnemen. Ja. Of we dachten dat dat al was gebeurd. Aangezien er... er was zo'n soort copyright was er met de muziek. Er kwamen allemaal regeltjes bij. Niemand was er blij over, tevreden over. Iedereen dacht van, oké, dat komt omdat Twitch al over is genomen door Google. Maar dat is dus niet het geval. Nee, dus Amazon. En flinke ommekeer eigenlijk. Maar zo te horen, tenminste aan de reacties te zien op het internet. Ja, is iedereen er toch best wel tevreden over volgens mij. Of er wordt wat getwijfeld. De vraag is een beetje van, een groot bedrijf heeft nu Twitch overgenomen. Kijk, Twitch was een heel jong bedrijf, een paar jaar oud. En dat zie je vaker met jonge bedrijven, ook met Oculus Rift. Iedereen heeft daar heel erg vertrouwen in, omdat het zeg maar echt een beetje de underdog is die met iets heel tofs komt. En vervolgens iedereen's hart is stilt. En dat was een beetje ook het geval met Twitch. Vandaar dat heel veel gamers en zelfs wij het ook gebruiken. Maar nu is het opeens onderdeel van een groot boos bedrijf, om het zo maar te noemen. En dat is een beetje de angst bij gamers. Wat gaat dat nou betekenen voor ons? Ja, volgens de CEO, Emmett Shear. De CEO van Twitch? Ja. Die dit weten, of ja, die zei van ja, Twitch blijft vrijwel gewoon hetzelfde als wat jullie gewend zijn. Ja, maar dat zeggen ook CEO, toch? Ja, maar oké. Ja? Amazon zou het schijnbaar ook niks te maken hebben met het beleid van het geluid, van de muziek in ieder geval. Nee, dus die veranderingen die pas geweest zijn doorgevoerd, dat heeft niks met de aankoop van Amazon te maken. Nee, klopt. Oké. Nee. Maar hij heeft dus gezegd, being part of Amazon will let us do even more for our community. We will be able to create tools and services faster than we could have independently. Oftewel, hij zegt eigenlijk, nu we bij een groot bedrijf zitten, hebben we meer geld. Ja. Dus dat kunnen we gebruiken om Twitch nog beter te maken. Dat is eigenlijk zijn punt. Ze kunnen sneller services bedienen of maken voor de gebruikers van Twitch. Ja, maar ik vind het allemaal een beetje een marketingpraatje als ik Ja, want Grim Angel op Inside Gamer, die had een hele leuke reactie daarop. Ja. Wat meneer Shear eigenlijk probeerde te zeggen is, door onderdeel van Amazon te zijn, word ik rijker dan ooit tevoren. We moeten gewoon wat meer bullshit aan de community vertellen dan als we onafhankelijk waren gebleven. Gewoon meer bullshit vertellen, dus dat moeten ze doen. Harde woorden hoor, als je mij vraagt. Ja. Nou, ik snap wel dat gamers zo denken. Ik snap, we hebben natuurlijk vaker overnames door grote bedrijven van het kleinere gezien. En vaak betekent dat gewoon ook dat het product, verpest worden vind ik misschien een groot woord. Maar dat er toch wel wat meer regeltjes op worden gesteld. En die meestal niet in het voordeel van de gebruiker zijn. Nee, dus ik snap dat mensen sceptisch zijn. Maar ja, als je gaat kijken, Twitch dat is enorm gegroeid natuurlijk de afgelopen tijd. Vooral het afgelopen jaar. Want ze hebben nu dus per maand 1,1 miljoen gebruikers volgens mij. Ja. Die streamen, dus niet kijken, maar echt streamen. Ja. En dat waren er nog in november. Dus vorig jaar waren dat nog 600.000. Dus oké, dus echt bijna dubbele. Het neemt wel echt ontzettend toe, dus Amazon ziet daar de kracht wel van in. Nee. En vooral, ik denk commercial gericht of reclames, zien zij hier meer richtingen in of zo. Kijk, ik snap dat Amazon wel interesse heeft in Twitch, want het is een gigantisch goede service met heel veel gebruikers. Dus ik snap het van Amazon wel. En ik snap het trouwens ook van Twitch, want die krijgen een flinke duit met geld. Maar het punt is een beetje, wat jij al zegt, Amazon kan bijvoorbeeld Twitch gebruiken om meer reclames uit te zetten. Vaker tussendoor bijvoorbeeld, tussen streams door of misschien ervoor of daarna reclames in te zetten waar zij weer geld aan verdienen. Ja. Als het storend wordt, als het te storend wordt, is dat gewoon heel irritant. Dus ik wil ze het voordeel van de twijfel geven. Twitch is al een aantal jaar een hele goede dienst waar we met veel plezier gebruik van maken. En als het aan mij ligt, blijft dat ook zo. Dus dan is er niks aan de hand. Maar ik ben toch wel benieuwd. Benieuwd is misschien het verkeerde woord. Ik ben toch wel een beetje, ik hou mijn hart vast dat de service niet naar de maan gaat, om het zo maar te zeggen. Nou, ik geef het gewoon de voordeel van de twijfel. Jawel, ik ook. Dat sowieso. Ja. Eerst maar eens kijken of de Shear maar zijn woorden kan waarmaken om inderdaad services te kunnen verbeteren met het geld dat ze nu
kunnen verdienen. Ja, dat zou de ideale situatie zijn. Ja. Dat het met het geld wat ze nu dus dat er ook echt wat mee wordt gedaan. Dat er niet zomaar een eigen zaak wordt gestopt natuurlijk. Juist, dat er echt inderdaad dat de service nog beter wordt. Weet ik veel, dat ze misschien wel meer filmpjes kunnen opslaan. Ja. Noem maar wat op. Dat de streamingkwaliteit beter wordt, zou ook heel fijn zijn. Dat ze meer... meer deals aangaan met nog meer consoleboeren, om maar wat te noemen. Bijvoorbeeld, het zou fijn zijn als op de Wii U, om maar wat te noemen, ook straks met Twitch kunnen streamen. Om maar wat te noemen. Het zou wel mooi zijn. Of, ja, dus bijvoorbeeld met Super Smash of zo zou ik al zien dat daar toernooien worden gehouden. Het is de perfecte, perfecte game ervoor. Ja. Dus, nou goed, dus ja, onze mening is lichtjes optimistisch, maar we houden een slag onder de arm. Daar komt het eigenlijk op neer. Toch? Eigenlijk wel. En nu is het gewoon even kijken wat er in de toekomst gaat worden natuurlijk. Gaan we weer kijken naar versies die Pokémon aan het spelen zijn of Street Fighter. Ja. Komen er leuke ideeën. Ik vind het in ieder geval een heel goed platform. Het groeit ontzettend snel. Ja. Dit mogen ze niet de grond in laten stampen. Laten we hopen inderdaad dat het zo blijft. Ja. Ja. Hey, ik wil ook van jullie weten, wat vinden jullie van Twitch? Gebruiken jullie het? Kijken jullie wel eens mee naar de stream? En ja, wat vinden jullie van deze overname? Zijn jullie ook net zo angstig als wij? Of hebben jullie toch ook wel wat positieve ideeën erover? Dat hebben wij natuurlijk ook. Dus laat het ons weten hieronder in de comments. Nu. Nu.